De politie onderzoekt de dood van een 52-jarige vrouw uit De Blessen. Het stoffelijk overschot werd maandagmiddag rond 5:30 in haar woning aan de Franke Derdestraat aangetroffen. Ze werd gevonden door familieleden die op dat moment thuis kwamen. Er is een grootschalig onderzoeksteam van 30 rechercheurs ingesteld, want alhoewel seks je uitsluitsel moet geven, gaat de politie uit van een misdrijf. We hebben rond 5:30 een melding gekregen dat er een vrouw onwel geworden was in een woning in de Franke Derdestraat in De Blessen. De ambulance is erheen gegaan en de politie. En toen bleek dat daar de mevrouw overleden was. En daarop zijn wij een onderzoek gestart, want we hadden sterk het vermoeden dat het om een misdrijf ging. Ja, want normaal gesproken gaat de politie natuurlijk niet zoiets onderzoeken. Nee, dat klopt. Maar in dit geval was de melding al zodanig dat we die direct heen zijn gegaan. Wat was de reden om daarheen te gaan? Dan zou ik de inhoudelijke kant van de melding helemaal moeten kennen. Die ken ik niet. Ik weet alleen dat mijn collega's naar die melding direct ter plaatse zijn gegaan. Okay. En de situatie daar, hoe is het daar verder? Nou, we hebben de mevrouw aangetroffen in de woning. Die was overleden. We zijn direct met een onderzoek begonnen. Dat betekent dat we met getuigen en betrokkenen meteen in gesprek zijn gegaan. Er is een buurtonderzoek gestart. Dat zal ongetwijfeld de komende dagen nog een keer gebeuren. En dan nog wat breder, afhankelijk van de stand van het onderzoek. En de omgeving is direct afgezet en we zijn met een spooronderzoek begonnen, technische recherche. Ja, want ik heb het gevoel dat er iets gezocht werd. We hebben daar even gefilmd, maar er wordt volop in die tuin gezocht. Nou, dat klopt. Bij een sporenonderzoek, zeker bij een geval als dit, als de hele omgeving wordt afgezocht, wordt alles minutieus afgezocht. En elk voorwerp wat je zou kunnen vinden, zou eventueel in relatie gebracht kunnen worden met het eventuele misdrijf. Wat gaat de komende uren nu verder met jullie onderzoek gebeuren? We zijn gestart met een buurtonderzoek. Dat moet de komende dagen mogelijk nog overgedaan, nog breder. De hele omgeving is afgezet, de woning en het deel straattuinen. Dat wordt op dit moment minutieus onderzocht op elke mogelijke spoor die er zou kunnen zijn. En op dit moment is er een rechercheteam van ruim 30 man geformeerd. Een deel is al aan het werk en de rest komt morgenochtend om de zaak te onderzoeken. En daarnaast weten we natuurlijk nog niet, want we praten nog maar over een vermoeden van een misdrijf. Wat de daadwerkelijke doodsoorzaak is. De sectie zal daar uitslag van moeten brengen en of dat gaat gebeuren wanneer weet ik nog niet. Het grootschalige onderzoek richt zich in eerste instantie vooral op de woning en de omgeving van de woning. Daarom zijn de woning en directe omgeving afgezet en is er bewaking. Door de technische recherche wordt een minutieus sporenonderzoek uitgevoerd. Halverwege de avond heeft een politiehelikopter vanuit de lucht opname gemaakt van het huis. Ook heeft een politiehond de omgeving afgezocht. Verder is inmiddels een buurtonderzoek gestart en wordt met betrokkenen en getuigen gesproken.